Mijn naam is Rob de Grijs. Ik ben burgemeester van Eindhoven en ik loop hier in de zaal waar de gemeenteraad normaal gesproken vergadert. Die is nu nog leeg en straks na 19 maart is hij opnieuw gevuld met allemaal raadsleden die hier straks gekozen hebben bij de gemeenteraadsverkiezing. Jullie mogen ook stemmen op 19 maart, voor het eerst voor de gemeenteraadsverkiezing. En dat is belangrijk, want wij zijn een dynamische stad waar heel veel dingen gebeuren, maar waarvan het ook heel erg belangrijk vinden dat de zaken die voor jongeren echt spelen, ook een plek krijgen. En dan heb ik het over sportvoorzieningen, onderwijs, huisvesting. Allemaal zaken waar deze gemeenteraad mede over gaat beslissen en die voor jullie van belang zijn. En daarom zou ik zeggen, ga op 19 maart naar de stembus, breng je stem uit, laat je stem horen.